Wat zou er gebeuren als Wereldoorlog 3 morgen startte? Na 15 minuten zullen alle wereldleiders hun inwoners adviseren om binnen te blijven en zal er een lockdown volgen. Na 12 uur worden de grenzen van alle landen gesloten en zal de zorg rond nucleaire wapens snel stijgen. Na één dag zullen de rijke en belangrijke mensen gaan schuilen in ondergrondse bunkers en gewone mensen aan hun lot overlaten. Na 2 dagen gaan alle communicatiesystemen en het internet uit en wordt de wereld duister. Na 3 dagen wordt de eerste atoombom gelanceerd. De wereld die we kenden is nu voor altijd veranderd. Na 4 dagen is de lucht zo vervuild dat er geen zonlicht meer doorkomt. Na 2 weken stopt de voedselproductie en meer dan 2 biljoen mensen zitten zonder eten. Na 1 maand is de ozonlaag vernietigd en de meeste planten zullen sterven. Na 1 jaar en miljoenen doden zullen de mensen beginnen aan het herbouwen van steden en de wereld zal voor altijd getekend zijn door deze catastrofe.